Hi tweeling, leuk je kijken naar de korte weekhoroscoop van de Mandala. En deze week is het voor week nummer 26. En dat is van maandag 24 juni tot en met zondag 30 juni. En als ik dan de kaart heb om te kijken wat deze week voor jou in petto heeft. Dan lijkt de tweeling alsof je het eigenlijk deze week een beetje op je af laat komen. Je hebt zelf het gevoel dat het eigenlijk best wel lekker loopt. En dat je dus ook niet per se verandering aan hoeft te brengen. En ik heb ook het idee dat je vooral wil kijken wat er misschien bij andere mensen vandaan komt. Hè? Als jij nou een keer een stapje terug doet of gewoon even wat lekker op je gemak doet. Wat gaan andere mensen doen? En wat je allemaal uitgezet hebt, hè, komt daar iets van terug. Dus je bent wat aan het observeren en je laat het eigenlijk gebeuren zoals het komt. Dat betekent wel dat er geen hele grote stappen gezet worden. Maar ik heb wel het gevoel dat dat ook eigenlijk de juiste bedoeling is. Je bent vooral wat relaxed en je laat het wat over je heen komen deze week. En ik heb het idee daarbij dat het wel een stukje is waar je wel heel graag met andere mensen samen bent. Dus je zult vooral wat de gezelligheid op gaan zoeken en de rest een beetje laten zoals het is en zoals het komt. Dit was alweer de korte weekhoroscoop. Ik hoor natuurlijk graag wat je ervan gevonden hebt. Ik wens je sowieso een super fijne week.